Ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal welkom te heten vandaag. We hebben vandaag de reunie, de ere van jubileum, 75-jarig jubileum van Scouting Mail. Een hele tijd, dus goed om daarbij stil te staan. Officieel hadden we natuurlijk vorig jaar ons 75-jarig bestaan. Maar goed, jullie weten allemaal wel, denk ik, waarom dat niet door kon gaan helaas. En daarom staan we er dit jaar bij stil. Nou, ruim 75 jaar geleden is het allemaal gestart met Scouting Mail. Op 8 december 1946 is er begonnen met een welte- en een bekennerbeweging. Zij zaten toen nog, het eerste onderkomen was in een kleedkamer van een oude school. Daar is het allemaal begonnen. En een aantal jaar later verhuisden ze een deel naar het kasteel Aldendril en een deel naar de Nissehut de Vilheide. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Ja, ik zie knikkende gezichten. En ook rond die tijd, rond 1955, werd de meisjesdag opgericht, de kabouters en de gidsen. En zij hadden hun start op zolder bij Erika en in een werkplaats van het schildersbedrijf van Berk. Zijn er hier nog mensen die dat nog kunnen herinneren? Ja, zie vingers. Mooi. In 1960 werd deze blokket gebouwd. Eigenlijk grotendeels door eigen leiding, die het allemaal zelf hebben gebouwd. En de jonge stak die heeft zich hier gevestigd. De meisjes die gingen naar de blokket op de Scoutie, aan de Sportweg. Die is er nog steeds. Ik hoor dat er eerst nog een Mariëweert is geweest. De meisjes hebben eerst in een Mariëweert gezeten. Dat klopt, dat klopt. En, De jongens ook. Nou, ik hoor weer allemaal nieuwe informatie die we op kunnen nemen in ons levensverhaal. Maar uiteindelijk gingen de meisjes naar de Scoutie, aan de Sportweg. In 1988 is het begonnen met de bevertak, de jongste tak. Er was alleen één probleem toen, de bevertak was gemengd voor jongens en meisjes. Sinds die tijd zijn de jongenstak, de Sint-Willem-Wordesgroep en de Scoutinggroep, de meisjes, zijn veel meer samen gaan werken. Er is ook een federatief verband opgericht in die tijd. De samenwerking werd eigenlijk steeds intensiever en in 1996 is het officieel Scouting Mail geworden. Zowel de jongens als de meisjes in een grote vereniging. Inmiddels bestaan we 75 jaar. Daar staan we vandaag dus bij stil. Een heel mooi moment. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat er van allerlei generaties aanwezig zijn. Dus ook echt van de begintijd, maar ook wel van de laatste jaren. En een hele mooie manier om elkaar weer herinneringen te delen, herinneringen op te doen. En weer terug te kijken op, ik denk voor iedereen wel een hele mooie tijd die hij heeft gehad. Veel herinneringen, mensen die zich ook precies herinneren waar ze op kamp zijn geweest, wat er toen gebeurde. Het zijn vaak de kleine dingen die dan heel veel indruk maken. Dus dat is heel mooi om te horen. De meesten hebben denk ik al wel gezien dat er binnen een tentoonstelling is. Greet van Wielik, Karen Beekjes, Ingrid de Vet, Trudy Vuipoos, Lissie Vergeer, Wilma Dame en Ali van der Kruijzen. Hiervoor ook het bedankt aan de archiefclub, die onder andere onder leiding van Paul Zweeds, mag ik dus zeggen, denk ik. Daar is Paul. Ja. Wij hebben de spullen mogen lenen om hier tentoon te stellen. En, er zitten ook echt hele leuke spullen bij, oude foto's. Het is heel mooi om erheen te snuffelen, maar ik heb net al heel veel mensen daar doorheen zien gaan. Daarnaast hebben we wat te drinken, we hebben dadelijk nog een barbecue voor iedereen. En kijk vooral ook overal rond, hè, waar overal mag je naartoe, mag je kijken wat er is veranderd in al die jaren, maar wat er ook natuurlijk hetzelfde is gebleven. En op dit moment, ik wil eigenlijk ook gebruik maken op dit moment om twee mensen te bedanken. Het zijn twee mensen die al heel lang lid zijn bij Scouting Mail. Die blijven echt wel even in het zonnetje willen zetten. Als eerste is dat Peter Lange. Peter mag even naar voren komen. Peter is al heel lang lid bij Scouting Mail. Hij is zelf jeugdlid geweest, leiding geweest. Oh, geen jeugdlid, leiding geweest heel lang.
een heel lang penningmeesterschap gedaan. Ja, en, ja dank u. Peter, weet je hoe lang, wanneer ben je precies begonnen bij Schuitingen? Want wij konden het niet helemaal te goed terugvinden. Ik ben bij de Velpen, opleider gedoopt begonnen. Ja. Dat is volgens mij 78. 78, nou, dat is dan en daarna 1980 naar de kennis. En 1980 naar de kennis. Van 78, ga ik even snel rekenen, 44 jaar. Ja, dat is echt al een hele ruime tijd, dus daar mag je hartstikke trots op zijn en wij zijn er ook heel erg blij mee. Dus nog even een kort applaus voor Peter. Dan hebben we nog iemand die ook al wel de 40 jaar aantikt en dat is Stefan Verschuren. Hij mag ook even naar voren komen. Stefan, jij bent wel jeugdlid geweest, ook hè, begonnen, ook leiding geweest, heel lang. Doet ook heel veel voor de Blokhut, ik ben ook beheerder hier van deze Blokhut. Heeft ook voor dit jubileum weekend weer heel veel tijd daarin gestoken. Dus ook jij, heel erg bedankt voor al jouw inzet en hopen dat we daar nog lang op mogen genieten. Ja, graag gedaan. Dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag. Neem genoeg te drinken, barbecue, die start rond 5:30. En ja, geniet van het mooie weer van elkaar en alle herinneringen die we samen op kunnen doen. Veel plezier. I'm a little bit blue. I keep on crying since I lost you. It's been a hard